McVeigh. Schepenen zijn de enige mensen aan wie je moet vragen wat zijn die nu op portefeuille. Ik heb vanmorgen al de Eucharistie gevierd in Mille, waar honderdtal mensen aanwezig waren op een gewone weekdag. Ik heb contact met de burgemeester en het Schepencollege. En ik bezoek in Riemst en in Voeren in totaal 3 scholen. Ik ga ook even op bezoek bij Tevona. En daarnaast bezoek ik zo verschillende initiatieven en heb ik ook in de avond in het algemeen contact met verantwoordelijken van verenigingen, vooral dan van parochiale verenigingen. Ik vind het een heel mooi initiatief, gedragen door, ik denk deels mensen van de gemeente, maar ook door heel wat vrijwilligers. Het is fijn dat ook in onze tijd, waar mensen heel vaak veel naar de televisie kijken, veel thuis zijn, dat ze de gelegenheid hebben om ook wat met elkaar in contact te komen. En ik heb daar de grootste sympathie voor. Hier zijn de werkmensen. De aanleiding van de bezoeken is dat ons bisdom binnenkort 50 jaar bestaat. Dat is een heel korte geschiedenis. Ik ben Ocharme, de derde bisschop van ons bisdom. Mijn gebuur uit Luik is de 78ste bisschop. We zijn zeer jong. Maar bij die gelegenheid hebben we de keuze gemaakt dat ik zou in elke gemeente, maar ook elk dekenaat bezoeken. En telkens een bezoek per dekenaat van 4 volle dagen. Om dan ook in het weekend de Eucharistie te vieren en de mensen samen te brengen rond hun geloof, maar tegelijk ook bemoedigend aanwezig te zijn. Voor mij is het ook een gelegenheid om heel wat werkelijkheden te leren kennen, ook sociale werkelijkheden. Ik ga nogal op bezoek in huizen van armoedewerking, van sociale werking ook. En zo kom ik ook heel graag vandaag in dit sociaal restaurant.